sinds een aantal weken is AMC Next gevestigd in het oude Rabo-kantoor hier in Millingen aan de Rijn. En ik dacht, kom, ik stap eens naar binnen om met Ria Mazes te praten over wat is nu feitelijk AMC Next. Ria, welkom. Ja, of eigenlijk ja, ben ik jouw gast nu hier, ja. in jouw kantoor ja. hier. Ja, welkom. Dank je wel. Ja. AMC Next, waar staan de letters AMC voor? Eigenlijk staat de AMC voor Adviesbureau Marketing en Communicatie. En waar voorheen bij het start van het bedrijf brachten wij ook adviezen uit. Maar we hebben ons nu meer gespecialiseerd voor de gemeentelijke markt binnen het sociaal domein. Mm-hmm. En we zijn nu een softwarebedrijf. En we hebben ervoor gekozen, omdat er heel veel bedrijven zijn die consultancy als tweede naam hebben, hebben we AMC Consultancy veranderd in AMC Next, omdat mm-hmm. Next ook de naam is van de software. Oké, okay. Je gebruikt al een heleboel termen die voor jou heel vanzelfsprekend ja, zijn. Ja. Maar laten we gaan kijken, het sociaal domein wat je noemt, wat is dat? Nou, dat is zijn eigenlijk alle regelingen binnen het gemeenteland die te maken hebben met voorzieningen voor mensen. Dus waar wij in gespecialiseerd zijn, met name binnen het sociaal domein, is de minimaregelingen. Dus mensen die een laag inkomen hebben en daardoor tekort komen in bepaalde voorzieningen. Daar kan de gemeente in natura voorzieningen voor creëren. Ja, de Kleins heeft vorig jaar namelijk een aantal miljoenen beschikbaar gesteld. Mm-hmm. Met name voor kinderen in de armoede. Mm-hmm. Dat is ook een hot item, want bijvoorbeeld Linda Foundation doet daar ook heel veel voor. Je bedoelt Linda de Mol? Ja, Linda de Mol, die heeft een aparte foundation daarvoor opgericht. En er zijn meer. En iedere gemeente die heeft in hun beleid een plan van wat ze gaan doen voor de mensen die het niet zo goed hebben. Mm-hmm. Dus dat kan in subsidievorm zijn, maar dat kunnen ook regelingen zijn. Nou ja. En wij hebben binnen ons bedrijf, we hebben kindpakketten. Dat betekent een aantal regelingen die speciaal voor kinderen zijn. Want het is wel zo van, als een gemeente iets wil doen voor die doelgroep, dan moet het in natura. Mm-hmm. Ze mogen niet zomaar geld geven. Ze moeten een voorziening betalen mm-hmm. voor het gezin wat daarvoor in aanmerking komt. Oké, laten we eens even teruggaan, want je bent zo enthousiast. Ja, dat klopt. En voor jou is het heel vanzelfsprekend. Ja. De gemeenten zijn dus je klanten? Ja, wij richten ons op Nederland, op alle Nederlandse gemeentes. Iedere gemeente heeft binnen het sociaal beleid een bepaald budget gereserveerd voor de doelgroep die het minder heeft. Dat spreken ze af. Dat is een politiek gegeven. Ja. Dus dat resulteert in dat er per gemeente een verschil is in wat men voor die doelgroep beschikbaar heeft. Mm-hmm. Nou, en dan is de keuze. De gemeente kan dat zelf uitvoeren via de gemeentelijke ambtenaren, voorzieningen. Maar vaak zie je toch dat bereikbaarheid er komt een inkomenstoets, moeten mensen, dat moet gebeuren en gegevens moeten verzameld worden en er moet in het systeem en er moet ook een uitbetaling komen. Van dat toch organisatorisch soms best wel wat voeten in de aarde heeft. En daar springen jullie in. Ja, en dat is eigenlijk onze kracht, doordat wij vanaf 2004 dit werk al doen en natuurlijk heel veel ervaring hebben in hoe je het best een regeling kunt uitzetten in de gemeente. Mm-hmm. Maken wij adviezen, doen we voorstellen. Vroeger deden we ook rapporten schrijven over je zou het zo en zo kunnen doen. En dan kon de gemeente zelf kiezen van, ga ik dat wel doen of ga ik dat niet doen. En in 2016 merkte natuurlijk dat de hele maatschappij is in het digitaliseren. Ja. En vroeger hadden wij postzakken vol post met allemaal bonnetjes die mensen dan inleverden om een regeling aan te vragen. En dat gaat tegenwoordig anders, hè? Ja, en we hebben vanaf 2016 voor gekozen, omdat het proces wat eigenlijk digitaal veel sneller, beter en efficiënter kan, om zelf software daarvoor te bouwen. Dit is in eigen beheer gebeurd. Het was vorig jaar juni was dat afgerond.
En inmiddels zijn er een aantal klanten die dat van ons gekocht hebben. En naast de software die wij verkopen, waarin dat hele proces zeg maar in zit, hebben wij ook als extra dienstverlening dat we ook de uitvoering voor een gemeente. Ja. Dus mensen met een minimum inkomen, die komen in aanmerking voor allerlei regelingen. En dat wordt hier op kantoor in Millingen voor een heleboel gemeenten in Nederland geregeld. Nou, niet voor een heleboel gemeenten. Kijk, een gemeente heeft zelf de behoefte of de wens om dat goed te organiseren. Mm-hmm. En dan kunnen ze dat zelf doen, de eigen weer, of ze kunnen het uitbesteden. Mm-hmm. Nou, als ze belangstelling hebben voor ons pakket, ons softwarepakket en onze dienstverlening, dan vinden de gesprekken plaats en dan wordt er een offerte gemaakt. En als zij dan daar ja tegen zeggen, dan wordt het zeg maar verzorgd voor hun. Met hoeveel mensen werk je eigenlijk? Nou, ongeveer 10. Het ligt, zijn een aantal fulltimers, maar ook mensen die 24 uur werken. Dus zeg maar ongeveer 10. Mm-hmm. Ja. En het flexwerken, thuiswerken, gebeurt dat hier ook? Nou, we hebben een aantal mensen die thuis werken, maar niet zo heel veel. Ja. Omdat we toch de uitvoering van zeg maar, de regelingen uitvoeren en ook de telefooncentrale gebeurt hier op kantoor. Mm-hmm. Dus dat kan je ook niet thuis doen. Dus er zijn dus nu momenteel 1 persoon die thuis werkt. Okay. En ja, dat is eigenlijk de enige. Ja. Je zit hier nu een aantal weken. Ja. Wat is het voordeel van deze plek hier, midden in het dorp? Nou, het voordeel is eigenlijk van dat we zaten voorheen in Leut op een bedrijventerrein. Je zit hier eigenlijk midden in de maatschappij of in het dorp. Millingen is natuurlijk geen grote plaats, maar er is meer bedrijvigheid, meer levendigheid hier. Maar het voordeel van dit kantoor is ook dat we... Ik zocht naar een locatie waar we zeg maar, op één verdieping zeg maar, met onze hele groep mensen konden werken. Mm-hmm. Omdat we zeg maar, eigenlijk als team opereren, als organisatie. Ja. Iedereen heeft een taak, maar je moet zien van alle onderdelen die gedaan worden, die hebben met elkaar te maken. Mm-hmm. Dus het is heel fijn als je zeg maar, op één plek kunt zitten. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een prachtige locatie. Ik vond dit voor ons zeer passen. Ja, past ook bij de kernwaarden die je als bedrijf hebt. Hè? Ja, een van onze kernwaarden, is goed dat je daarnaar vraagt. We hebben 4 kernwaarden. Transparantie is een van onze kernwaarden. En transparantie met betrekking tot ons product, maar ook hoe we werken. En hoe we in onze organisatie dingen regelen. Ik vind dan dit kantoor ook wel passen binnen die kernwaarden. Want dit is natuurlijk ook transparant. Omdat we heel, heel open als kantoor zijn. Mm-hmm. En dan klopt het voor mijn gevoel het plaatje ook. Mm-hmm. Een geheel. Ja. Noem nog eens 2 kernwaarden, Ria. Nou, 2 andere kernwaarden naast transparantie en innovatief zijn. Mm-hmm. Willen wij als organisatie professioneel en servicegericht zijn. En dat heeft vooral te maken met de dienstverlening die wij aanbieden aan onze klanten. We hebben hier binnen AMC Next, zeer professionele mensen aan het werk. Mensen die al jaren met regeling binnen het sociaal domein werken. Mm-hmm. Die antwoorden van cliënten die naar ons toe bellen met vragen op een goede manier kunnen beantwoorden. Ja. De administratie die wordt gedaan en ook de uitbetaling. Alle dingen worden zeg maar op een goede manier gedaan. Mm-hmm. En servicegericht is eigenlijk onze kernwaarde. Wij willen eigenlijk als bedrijf een klant totaal ontzorgen. Dus mm-hmm. als de gemeente kiest voor ons, dan zeg ik van nou, wij zorgen dat alles zo goed mogelijk wordt gedaan. Ook voor de doelgroep. Dat er zoveel mogelijk mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Ze daar geen zorgen meer over hoeven te hebben. Eigenlijk is het punt hier midden in Millingen een heel belangrijk punt voor heel wat mensen in Nederland. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja dat kun je zeker zeggen. Mm-hmm. Ja. Waar haal je tot slot het plezier in je werk uit? Nou, het plezier in mijn werk haal ik eigenlijk uit. En ik heb eigenlijk een fantastische groep medewerkers. Dat we samen, zeg maar, het product AMC Next of de software, zeg maar, aan klanten kunnen aanbieden. En zeg maar ook een bijdrage kunnen leveren aan, want dat is onze visie van onze organisatie. Toch, zeg maar, een verschil kunnen maken voor bepaalde doelgroepen mm-hmm. in de maatschappij. Ja. Kijk,
Indirect zorgt onze software ervoor, doordat dingen goed en efficiënt gedaan worden, dat sommige mensen toch het iets beter krijgen. Doordat ze ook wat meer plezier in het leven krijgen. Ja, dat hoop ik zeer zeker. Mm-hmm. Ja. Okay. Dus het is, dat is voor mij persoonlijk en ook voor de mensen die hier werken, denk ik, wel wat het verschil maakt van dat je toch, je doet het eigenlijk voor een doelgroep. Die dat hard nodig heeft. Mm-hmm. En dat als het dan lukt en de cliënt is tevreden en je hebt dingen goed kunnen regelen, dan kun je met een fijn gevoel naar huis gaan. Ik hoop dat je nog heel vaak met een heel fijn gevoel naar huis gaat. Ja. Dankjewel. Oké, dankjewel. Graag gedaan.